Het is een mooie zonnige dag en dus een uitgerekend moment om weer koelpietjes uit te reiken. En dit keer is het de beurt aan Maaike en Tijmen. Tijmen, nou, die is judokampioen geworden en dat terwijl hij een hele moeilijke periode achter de rug had. En Maaike, ja, dat is zo'n bijzonder persoon, zo behulpzaam, staat altijd voor iedereen klaar. Nou, ideaal moment om ze ook even in het zonnetje te zetten. Inmiddels zijn de gasten gearriveerd. Maaike staat hier al achter mij. Maaike, heb je enig idee wat we gaan doen? Nee. Helemaal niks. Dat is mooi. Dan neem ik je nu even mee. Kom maar mee. Nou, je zit hier tegenover Fabio. Fabio, jij bent kinderburgemeester. Mm-hmm. Jij hebt wat dingen in je hand. Wat heb je vast? Een koelpietje. Een koelpietje. En een oorkonde. En dan hebben wij het bericht gekregen van een oud juffrouw van jou. Dat jij soms wel last hebt van dyslexie. Maar jij zet alles op alles om anderen te helpen. Wat ik vooral doe is geen order geven aan mensen. Het is, iedereen is zichzelf en dat moet je wat leren als persoon, vind ik. En als je daarin kan helpen, moet je dat doen wat kan. Ah, mag ik een applausje? Nou, ga maar gauw naar je familie toe. Het volgende slachtoffer, Tijmen. Je bent judokampioen geweest, hè? Ja. En je had natuurlijk ook een moeilijke periode achter de rug daarvoor, hè? Ja, inderdaad. Niet heel lang daarvoor is mijn kleine broertje overleden aan een hersenbloeding. Ja, heftig. En het knap dat mensen zo'n doorzettingsvermogen hebben. Dat ze dan gewoon zo doorgaan met het leven, dat vind ik echt knap. Lieve Tijmen, vandaag ontvang je een dik verdiend jeugdkindje. Op 12 januari 2020 won je een dikke gouden plak van je eerste plaats op de Mitsubishi Dutch Open. Wat deze winst nog bijzonderer maakte, was dat je 9 weken voor het toernooi afscheid hebt moeten nemen van je broertje Julian. Je hebt karakter en doorzettingsvermogen getoond en daarmee een geweldige prestatie geleverd. De komende weken gaan we weer langs bij een paar jongeren die het verdienen en dan reiken we dus weer de oorkondes en de koelpietjes uit.